Olivia heeft een strikje in en is aan het facetimen met papa. En die is in New York aan het DJ'en. Dit is echt het coolste ooit. Dat Sander met zijn baby aan het facetimen is terwijl hij aan het draaien is. I just can't. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag en het is nog vroeg ochtends. Ik ben weer lekker om 6 uur opgestaan met Olivia. Maar ik voel me eigenlijk wel prima, want ik ben rond 11 uur gaan slapen. En ik lag om 9:30 in bed, dus het is wel oké. Okay. En we hebben net met Sander gefacetimed. Die is aan het draaien in New York. Ik heb trouwens niet echt make-up op. Dus ik zie een beetje bleek. En die is aan het draaien in New York. Dus dat was echt super cool. Dus hij kon zeg maar, hij had Olivia zeg maar achter de draaidingen gezet. Dus hij kon Olivia zien terwijl hij aan het draaien was. En dat was heel leuk. En Olivia, het maakte totaal geen indruk op Olivia. Maar ik ga nu even onze spulletjes inpakken. En we gaan, nou niet winkelen, maar ik moet even wat eten halen. En ik wil naar Markt, die winkel, even lekker eten halen. Het wordt echt een burgerlijke zaterdag, jongens. Ik waarschuw jullie alvast. En eten halen. Kijken of ik een cadeautje voor Bibi kan vinden voor haar verjaardag. Ik vind het zo moeilijk. Kijken of ik een cadeau voor Sander kan vinden. Ik moet een beetje de kerstshop dingen nog doen. Ik ga voor Sander en voor Olivia een kerstalbum maken van Olivia van haar eerste jaar. Tenminste, het is nog geen jaar, maar van het eerste jaar als in 2016. Met alle leuke foto's en herinneringen van dit jaar. Dus ik ga eventjes daar decoratiespullen en dingen verkopen bij de HEMA. En I don't even know. Of allemaal zooi gewoon halen heb ik nodig. En Olivia gaat mee. We zijn met z'n tweetjes. No one's here. Dus jullie zijn gezellig. Mee vandaag. Hey Olivia, gaan we lekker het park in. Yay. Er is niemand in het park, hè? Gaan we lekker wandelen. Oké, ik heb Olivia naar bed gebracht en we zijn dus weer terug van het boodschappen doen. En voor wie het zich afvroeg, Olivia slaapt meestal 2 uurtjes tussen de middag. Dus dat is wel chill. En nu moet ik alleen snel. Tenminste, ik heb er 2 uur de tijd voor. Ik wil eigenlijk ook opruimen. Maar ik ga in ieder geval nu... Welke dag komt deze vlog eigenlijk online? Dinsdag, ja. Ik ga nu verjaardagscadeaus voor Bibi kopen. Online. Want ik weet echt niet wat ik haar moet geven. Ik heb een paar kleine ideetjes. Dus ik ga even kijken of ik dat kan vinden. Namelijk een leuke enkellaarsje zwarte. Zonder, ja, tenminste zo'n mini hakje. Leek er leuk. En voor de rest weet ik het niet. Misschien een leuk telefoonhoesje of andere leuke kleine dingen. Dus ik ga in ieder geval kijken nu wat ik kan vinden. Even bij ASOS kijken. En hopelijk vind ik iets. Boodschappen doen met een baby is altijd wel echt challenging als je alleen bent. Ik doe dat niet al te vaak. Want het is best wel challenging. Of misschien doe ik het niet goed. Je gaat dus dan met de kinderwagen Albert Heijn. En dan denk ik altijd, waar moet ik nu die boodschappen laten? Dus die gooi ik altijd maar in een zak. Want ja, ik kan niet een boodschappenkar en een kinderwagen duwen. Hoe zouden mensen dat doen? Ben ik zo dom? I don't know. Dus ik neem altijd een grote zak mee en dan doe ik daar het eten in. En dan haal ik het bij de kassa er weer uit en dan reken ik het af. I don't know. Ik denk dat dat the way is. Maar het was voor de rest heel gezellig. We zijn lekker door het park gelopen. Ik ga nu in ieder geval enkellaarsjes zoeken. Dus ik hou jullie op de hoogte. Ik ga even lunchen en ik heb 2 toastjes met avocado gemaakt. En ik heb voor Olivia thee en koekjes. En Olivia heeft rode wangetjes, want die is net wakker. En ik heb deze koekjes net gekocht, maar ze zijn nog geen doorslaand succes. Ik ga op zoek naar verschillende kleuren in de jungle, zei Tijgerluid. Eerst ziet hij een grote olifant met een grijze snuit. Welk koekje moet je nou eten? Wat zou de volgende kleur zijn die Tijger ziet? Het is een zeer grote... Oh, het is een groene krokodil... Met zeer scherpe tanden daartussen het riet. Tijger zegt, ik zie een blauw meer, een paarse slang en een zwart-witte zebra. Maar ik ben echt niet bang. Vind je de vlogcamera leuker dan je boekje? Ja? Wat? Waarom? Papa. Papa. Kan je dat zeggen? Een gele giraf met oranje vlekken en een groene kikker met rode stippen. Oh, wat zijn we met z'n allen toch kleurrijk. Een tijger, giraf, olifant, zebra en een krokodil. En ik
Ik ben oranje met zwarte strepen, moet je weten. Met al die kleurrijke dieren zou je dat bijna vergeten. Ben jij nu twee koekjes tegelijkertijd aan het eten? Kennen jullie dat filmpje van die baby op Facebook? Die slapend spaghetti eet. Dat stuurde mijn moeder me van de week. Als je niet kent, ga ik nu dat filmpje hier posten. En dan drinkt Olivia even een beetje thee. Dus ja, Olivia en ik zijn ons met ons tweetjes aan het vermaken. En boekjes aan het lezen, gezellig. En Olivia heeft heel erg dorst. Yummy! Volgende boek. Wandeling van het kleine meisje. Dus dit is echt het mooiste kinderboek ooit. Ik denk dat we die nog jaren gaan lezen. Mochten jullie een leuk cadeau voor een kindje zoeken. Want Olivia wordt een beetje jaloers. Alles kan open. Ja, we gaan hem lezen. Dit is zo erg. Wilde jij het boek eerst zien? Kijk, wie woont er in dat leuke huis? Het is het kleine meisje dat nergens bang voor is. Kijk wat met haar ogen gebeurt. Mag ik ook een hapje? Dankjewel. Ze speelt tussen de pauzes. Oh, dat is een lekker koekje. Mag ik nog een hapje? Ze speelt tussen de paddenstoelen. Kijk daar. Dan klimt ze omhoog in de bladeren. Wauw, dit is mooi wat er uit het boek komt. In de groentetuin doet ze boodschappen. En zegt haar vriend het konijngedag. In de weide plukt ze een bloem. En dan de mooiste pagina van het boek. En nu is ze moe. Daar ligt ze te slapen onder de vleugels van de zon, Olivia. Het is avond en Bibi is net gearriveerd. Hoi Bibi. Hoi Olly. Olly is lekker aan het avondeten. En Bibi en ik ook. We eten soep met pasta en kaas en stokbrood. Very nutritious. Maar we hadden niet zoveel zin om uitgebreid te koken. Because it's Saturday. Dus dat. En Sander is op de FaceTime. Alleen die is op pauze. Dus en Sander en Bibi zijn een rekensom aan het maken. Dus ik ga even eten. Zo, ik heb Olly naar bed gebracht. En we gaan nu wat lekkere dingen op een bordje doen. En dan is het tijd voor Gilmore Girls, hè, Bief? Ja. Bibi heeft haar haar geknipt trouwens vandaag. Vinden jullie het mooi? Ik vind het heel mooi. Het is weer helemaal gezond. Echt, helemaal gelukkig. Wat is echt even nodig? Dit gaan we eten. Onze lievelings Tony Chocoloni. Dat is met zeezout en karamel. Maar ik snap het niet. Karamel. Krijg je karamel met kaas? Ja. In het Engels. Ja, maar het Engels. We are so international. You're just so international. En vandaag is er vlog online gekomen waarin we de eerste episode kijken van Gilmore Girls. En heel veel mensen hadden gezegd dat ze het ook keken. Echt? Ze waren met ons. Ja. Dus thee moeten we nog zetten. En it's time for adventkalender. Het is de 17e. Ja, dus we lopen 2 dagen achter. Dus we gaan 2 hoekjes openen. 16. Oh. Dat is een mooi kleurtje. Is dat paars? Dat vind ik echt wel grappig. Heel mooi vind ik dit. Ik denk de mooiste nagellak die er tot nu toe tussen heeft gezeten. Oké, 17. Eyeliner of lip liner? Oh, lashes. Mascara. Deze heb ik vanochtend opgedaan. Deze is echt super goed. Love it. Nou, hoeveel dagen hebben we nog? 7. Kan je het geloven? 7 dagen. Tot kerst. En die andere moeten we ook even doen. Ik vind dat die zo lekker geluid maakt op als 21ste. Die open gaat. Wat is op de 21ste? Hier. Oh. Dat is Bibi-jarig trouwens, jongens. Ja. De 21ste, woensdag. Maar dan ga ik ook vloggen. Oké. Okay. Oh, deze nog. 15. Oh, we zijn echt. Die stop ik direct wel even in mijn mond. I love them. Vind je ze lekker? Ja. Melk, chocolaatje. Oké. 16. Dat is een grote. Wil jij die? Ja hoor. Ik leg ze wel op het bordje zo meteen. 16 en dan nog 17. Waar is 17? Oh ja. Ik denk dat dit ook groot is. Ik heb het gevoel of jij de chocola niet lekker vindt. Ik ook. Oh, dat is een eentje. Het is gewoon melkchocola hoor. Ja, I know, maar ik vind het een beetje... Ja, hoe zeg ik dat? Vertel het eens, wat vind jij ervan? Ja, hoe zeg je dat? Ik vind het niet echt op melkchocola lijken. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Nou, ja, dat kan gebeuren. Ja. Shit happens, hè? Ja, ik vind het ook echt niet leuk. Nee, dit is wel echt een... Echt een ramp. Dit is een regelrechte ramp, hè?
Dat is niet te doen. Dat is niet leuk. Wij liggen in bed. En we hebben al ons lekkere eten en thee. En we gaan Gilmore Girls kijken en lekker slapen. Sorry, de vlog was een beetje kort vandaag. Maar zoals jullie dus gezien hebben, heb ik echt niks gedaan. Behalve gegeten, een beetje thuis gespeeld met Olivia. Boodschappen gedaan. Maar zaterdag is eigenlijk ook wel een beetje een chill dag. Ja, dat was het ook. Maar ik vlog ook eigenlijk nooit normaal op zaterdag. Omdat ik altijd denk dat het te saai is voor iedereen. Dus maar vandaag dacht ik, omdat het Vlogmas is, ik doe het wel. Nee. Ik heb trouwens nog geen kerstboom. Is jullie dat al opgevallen? Oh mijn god. Wij hebben normaal echt gewoon in november al een kerstboom. Zo erg. Dat kan echt niet. Maar Ollie's eerste kerst ook echt. Ja, het is echt een epic feel. Dus die moet ik van de... Ik denk dat we die misschien wel op jouw verjaardag gaan kopen woensdag. Ja, maar... s'avonds naar mama. Ja. Dus dan gaan we dat denk ik even doen. Oké. Okay. Maar dan wachten jullie wel op mij toch? Met optuigen? Ja. Ja, tuurlijk. Ja. Maar we gaan naar Parijs tweede kerstdag, hè? Ja, I know, zo leuk. Dus dan heeft die kerstboom niet zoveel zin meer. Ja, ga ik wel. Anywho. Nou, we hebben op zich er één. We hebben er twee en daar zit er ook nog een andere, een kleintje. Anyways, wij gaan lekker serie kijken en daarna slapen. Heel erg bedankt voor het kijken allemaal. Ik hoop dat jullie deze video alsnog wel een beetje leuk vonden. En ik zie jullie morgen weer. Doei doei!